Dit is je eerste stop. En er zullen er hopelijk nog heel veel volgen in het land. We zijn erg blij, maar ook trots om jou hier te mogen ontvangen, maar ook afscheid van jou te nemen. Je begrijpt dat wij als college heel veel verzoeken krijgen om dit soort acties en allerlei acties te ondersteunen. Nou, dat doen we bijna nooit. Maar deze hebben we eruit gepikt, want dit vinden we toch een hele bijzonder. Een heel bijzonder particulier initiatief wat jij gaat ondernemen. We gaan een alternatieve tocht maken door ons land. Je zult heel veel natuurschoon zien, maar dat is niet de bedoeling. Jij wil graag geld inzamelen voor een prachtig doel, Pika. En dat is ook iets wat je vrouw, die helaas is overleden, in haar leven ook als een van de doelen had om daar actie en aandacht voor te geven. En jij wil eigenlijk na haar overlijden dit gedachtegoed van haar voortzetten. Maar nu is de tijd aangebroken om een van jouw dromen te gaan verwezenlijken. En het is natuurlijk een fantastisch doel, want dan hebben we het over kinderen die het eerst gezien hebben. En om dat leed, om dat verdriet wat te verzachten, wordt toch wat vrolijkheid in het leven gebracht middels de Kika-kloon. Dat kost helaas geld. En jij gaat door deze tocht Kika een warm hart toe dragen, maar ook geld inzamelen voor dat goede doel. En ik hoop dat dat zijn weerkant vindt in ons land. Nou vinden we dat toch wel heel erg kwetsbaar. Dus we hebben gemeente om zo meteen toch een kleine ondersteuning in te geven. We willen jou stimuleren. We willen jou ook volgen. Ik heb begrepen dat dat mogelijk is. Dus dat gaan we ook doen. Misschien kun je ook aan ons aangeven welke gemeente je nog gaat bezoeken. Dan willen we jou ook zeg maar een brief meegeven voor de collega's in het land om deze actie te ondersteunen en om ons ook na te volgen. Want ik wil je hierbij ook namens het gemeentebestuur een check overhandigen als een eerste start. En ik hoop dat vele gemeenten en collega's ons zullen volgen. €500 voor het goede doel. Super. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Zeker, en dat blijven we doen. Dat dacht ik ook. Ja. Alsjeblieft, dank je symbolisch, maar het wordt echt op de rekening gestort. Ja, we wilden het niet alleen bij papier laten, we wilden je ook echt iets meegeven onderweg. En dat zullen ook onze collegeleden aan jou overhandigen. Ja. Nou, Rob. Ja, luister jongen, als je af en toe wat verstrooiing of heb je iets om de inwendige mensen te verwarmen? Daar heb ik problemen mee, geloof ik. Oh, geen problemen, geloof ik. En ik zie je zo met je korte mouwtjes en met het zomer weer aankomen. Dus toen dachten we van nou, een paraplu kan misschien ook nog geen kwaad. Geweldig. Het zijn ook allemaal een beetje Barendrecht-artikelen. En heel veel succes. Hartelijk. Wij denken dat je de eerste paar dagen met dit overlevingspakket in ieder geval vooruit kan. En ik hoop dat je het met smaak zult kunnen nuttigen. Nou mensen, dan wou ik ook nog wel even wat zeggen. Ik ben er nou toch. Ik wil in de eerste plaats het burgemeester college hartelijk bedanken voor hun goede gift voor Kika. En Kika, u weet allemaal waar het voor staat, kinderkankervrij, die Kika. Als je als ouderen zijnde zeg maar kanker krijgt, dan is dat verschrikkelijk. Dat is vervelend, dat is lastig en weet ik wat. Als je als kind zijnde kanker krijgt, dan is dat een ramp, zeg ik al. En laten we dan met z'n allen proberen om voor die kinderen dus wat verlichting te geven. Onderzoek is nog steeds heel belangrijk, heb ik begrepen. En als we allemaal een klein beetje er wat aan doen, dan is het misschien, wij zullen het misschien niet meemaken straks, is kinderkanker misschien maar tot het minimum beperkt. En daar gaan we voor. Ik vind het geweldig wat iedereen hier in Barendrecht gedaan heeft. Super, hoe dan ook, op welke manier dan ook. Zo klein of zo groot. Iedereen een waardering. En dan neem ik een pekje voor af, dames en heren. Een reisgids van de weg. Hartstikke fijn. Vriendelijk bedankt. Ja, goede reis. Succes. Oké. Hey, moet je maar de vertrouwen eruit of niet?
Ja, die ligt lekker op de gemak, die maakt ze eigenlijk een hard. En als hij gaat staan, dan gaat hij de hoofd erdoor, of daar erdoor, een beetje bekijken. Hier en ik keer nog een paar dingen bij. En Cody, maar dat zie je vanavond. Ik heb nooit een jas aan, als ik die jas heb, dan gaat het toch niet. Vooral die giet regen. Die zie ik er kaart. Ja hoor. Toos, waar blijf je? Toos. Monique, hop, dit is goed. Monique. Je spijt hè? Goed zo. Kijk, doe maar. Als ik het helemaal niet weet, dan vraag ik het aan die geiting. En als die niet op die geit en als die niet weet, dan zeg ik vraag ik aan de kip. Oké, goed. Ga maar op. Even wachten. Nou, ik kom erop, joh. Je gaat vakantie. Thank you.